Jongens, het is weer een prachtige dag bij het Walnut Hoofdkwartier. We staan hier op het dak en ik heb een leuke planning voor vandaag. Ik wil het Walnut Hoofdkwartier een grote upgrade geven. Ik wil veel dingen gaan bouwen. Het kan echt niet langer dat er zoveel gaten in zitten. Dat het glas nog niet af is. Dat het plafond nog niet af is. De toren hier. We moeten veel progressie maken, want de oorlog is volop gaande. Ik kan vanaf hier beneden zien dat ik post heb. Dus laten we even een veilige manier vinden om naar beneden te gaan. Dat is gewoon letterlijk hier in het water springen. Gaan we even natuurlijk mijn huisdiertjes gedacht zeggen. Goedemorgen, Heinrich. Hoe is het met je? Ja, wel lekker af en toe. Ik word alleen een beetje gek van Robin het vark hier. Robin, wat hoor ik nou? Oké. Oh, ik heb zelfs twee postdingetjes. Ah, het wordt leuker. Wat hebben we dit? Cadeau van Anoniem. Veel plezier ermee. Oh, wie is Anoniem? Ik weet wie is Anoniem. Orange terracotta. Concrete bedoel ik. Yellow concrete, lime concrete en blauwe concrete. Best wel wat leaves. Dit is serieus nog niet eens zo'n heel slecht cadeautje dit, jongens. Ik ben hier serieus best wel blij mee. En vooral met die bottle of enchantments. Die gaan we... Het is een stack. We gaan hem gelijk opmaken. We gaan hem niet gelijk opmaken. Dit is zonde om gelijk op te maken. Dat stoppen we gewoon hier. Leaves doen we even hierbij. En de concrete blokken. Ja, weet ik veel. Die gooien we maar ook gewoon hierbij. Dankjewel, anoniem persoon, voor het cadeau. Ik waardeer het. Ik weet niet wie je bent, maar leuk cadeautje. Ik weet niet hoe je bent gekomen. Dankjewel. En wat is dit? Kingdom Stoffer. Oeh, een boekje. Geachte, beste, oh zo grote, knapste heer Walnut. Oké, het begint al aardig intiem, moet ik zeggen. Natuurlijk zijn wij ook op de hoogte van uw oorlog tegen de slechte, kleine, stinkende, vooral stinkende Rick Force. Door u een cadeau, oh, gebruik een cadeau op de makkelijke manier, niet eens op de fancy manier, te schenken vanuit de woestijn, wilt Kingdom Stoffer haar support, oh, dit is een vrouwelijk kingdom, laten zien door u op deze manier te helpen met het opbouwen van uw hoofdkwartier. Kijk, wat hebben ze gegeven? Speciaal voor u hebben wij met onze Stoffer en Blik een grote voorraad zand bij elkaar verzameld. Wat voor ons natuurlijk een kleine moeite is. Ons kingdom lijkt misschien niet zo rijk van de buitenkant. Maar binnen in ons paleis is er een overvloed van rijkdommen. Als u in de toekomst meer zand nodig hebt... Of andere eigendommen van Kingdom Stoffer, laat u vooral een blief achter. Een blief achter, ja. Dan kijken we wat we kunnen doen. Met vriendelijke groeten. Met vriendelijke, stoffige groeten. Rini Eflor, Kingdom Stoffer. Twee keer, twee pagina's doen ze de groeten. Ze doen dubbel op de groeten. En wat is er? Oh! Oh, wacht even. Dit is wel heel veel zand. Jongens, ik heb vorige aflevering dat ik ook een bak zand gekregen van een random kijker. Maar dit is wel heel top. Oh my days, dit is echt belachelijk veel zand. Wat ben ik hier blij mee? Wat ben ik hier blij mee, jongens? Wat een goed cadeau. We moeten zelfs de kist ernaast zetten, omdat we nu een overvloed aan zand hebben. Dankjewel, Kingdom Stoffer. Stoffer en Blik, jongens. Wat een toppers. Dat is het koninkrijk van René en Floor. Oftewel, het kingdom waar ik vorige aflevering ook was. Het stoffige woestijnkingdom hier met vogeltjes in de bomen en een groot paleis. Nou, ze zeggen dat het er van buiten misschien niet heel... Ja, kijk, daar heb je René al. Ze zeggen dat het er van buiten misschien niet heel rijk uitziet, maar dat vind ik ook één grote leugen. Je ziet letterlijk van buiten al dat ze best wel rijk zijn qua spullen en blokken die ze hebben. Het is echt mega groot hier. Dus ik waardeer het enorm. Kingdom Stoffer. Groot koninkrijk Stoffer. Verboden te zwemmen. Niemand verbiedt mij iets. Ik moet zwemmen. Ah. Sorry. Alright, laten we even kijken bij mijn lava farmpje. Die is nog steeds niet helemaal gevuld. Vorige aflevering heb ik deze gemaakt en ik vond het al traag gaan. Maar dit is wel belachelijk hoe traag het gaat. Laat ik wel deze twee eventjes een mooi leeg en gewoon benutten op deze manier. Zo, pakken we die terug, pakken we die terug. Dit hele glas is allemaal gesmolten of dit zand. Dus enigszins gaat het wel snel, maar ik had verwacht dat het sneller zou gaan. Dit lava farmpje hier. Maar goed, laten wij beginnen met een beetje progressie aan onze basis. Ik ben echt hyped om hier verder aan te gaan. Enig is, ik heb heel veel roze concrete. Ik heb heel veel zand. Ik heb genoeg bone meal voor white dye. Ik heb niet genoeg cactussen inktzakjes voor grey concrete. Maar ik heb enigszins nog best wel wat grey concrete. Maar wat ik tekort kom, is gravel. Dus laten wij op avontuur gaan om behoorlijk wat... Wacht trouwens, ik heb gewoon diamond horse armor. Heinrich, kijk wat ik voor je heb. Hoppakee, je bent rijk. Maar goed, we zijn even op avontuur om heel veel gravel bij elkaar te graven, weet ik wat, te fixen. Enig is, gravel is altijd best wel schaars en moeilijk om te vinden vergeleken met zand. Kijk, al heb ik nu wel een goede biome gevonden met meerdere gravel vlekjes hier en daar. Dus dat komt op zich nog wel goed uit. Maar even goed, ga ik bij lange na niet zoveel gravel kunnen regelen als dat ik met zand heb gedaan. Dus eigenlijk moet ik even naar Justin toe. Justin is natuurlijk mijn oorlogsleverancier. Eigenlijk moet ik daar eventjes gewoon regelen dat ik wat gravel kan krijgen. Zodat hij dat voor mij gaat regelen. Hij is mijn leverancier. Eigenlijk hoor ik dit allemaal zelf niet te doen. A few moments later.
Alright jongens, ik denk dat ik inmiddels wel genoeg heb. Ik echt belachelijk veel gravel. Alleen moet ik zeggen, vorige keer had ik ook ongeveer zoveel. Ik had zelfs bijna een dubbel chest vol. Alleen ja, dat is zo snel op. En kijk, er zijn toch nog best wel wat grote gravel vlekjes hier die ik af en toe even lekker kan pakken, zoals dit. Alleen ja, ik moet gewoon zo belachelijk veel hebben om die concrete te maken natuurlijk. Elke keer denk ik dat ik genoeg heb, maar dan blijkt het gewoon weer niet genoeg te zijn. Oh, dit is een lekker groot vlekje dit. Ja, kijk, hier hebben we veel aan jongens. Oké, dan ga ik dit vlekje hier hakken. En als ik dan echt niks meer kan vinden, dan gaan we terug naar de basis en beginnen met het bouwen van. Maar ja, ik blijf gewoon vlekjes tegenkomen. Dit was wel heel weinig. Maar ik blijf wel gewoon vlekjes tegenkomen, weet je. Dus ik moet op een gegeven moment gewoon stoppen, anders blijf ik maken. Dan ben ik gewoon 2 uur kwijt aan heel veel gravel hakken. Terwijl ik ook nog zoveel andere dingen wil doen. Alright, genoeg gehakt. En gaan we nu lekker terug naar de basis. Laat ik dan voornamelijk wit maken even. Ik bedoel, dat zwarte of grijze heb ik op zich nog wel genoeg van. Niet ideaal veel, maar wel genoeg. Doe even de helft van mijn gravel weg. Pakken we even dit zo. Hoppakee. Pakken we hier even genoeg zand. Dat kunnen we dan mooi omtoveren naar witte concrete powder. Oh, wat hebben we veel, jongens. Ja, hier ben ik blij mee. Ik wil wel meer hebben. Irritante flint ook. Laten we dat gelijk even wegstoppen. Volgens mij heb ik echt belachelijk veel flint inmiddels. Ja, ik denk dat ik nog nooit in de survival serie zoveel flint heb gehad, jongens. Wat doe je met flint naast de flinten steel en pijlen maken? Wat doe je ermee? Hoppa. Oké, ik denk dat ik nu alweer even genoeg witte concrete heb. En ik heb zelfs nog gravel over, dus daar ben ik wel blij mee. Maar wat we nu gaan doen, jongens. Ik heb heel veel tips van jullie gekregen. Vorige aflevering heb ik het er ook al heel kort even over gehad. Jullie zeiden, Max, je moet helemaal niet je witte concrete powder omtoveren naar normale concrete. Dat kan veel efficiënter. Nou, zulke dingen hadden jullie allemaal gereageerd. Jullie zeiden, bouw gewoon met de concrete powder zoals dit. En plaats er dan een emmertje water overheen. En dan wordt het vanzelf concrete. Nou, daar hebben jullie gelijk in, denk ik. Dus laten wij even een emmertje gaan pakken. En ook even dat glas gelijk omtoveren. Zo, en dan zo. Hoppakee. Kijken of er al inmiddels nog meer glas klaar is. Mijn ex heeft trouwens nog steeds alle durability. Ik heb volgens mij met deze ex nog geen boom omgehakt. Omdat ik nooit hout nodig heb. Er is letterlijk geen houtblokje geplaatst in deze build. Kijk hier, het is ook helemaal top. Kunnen we weer nog meer glazen paints bij elkaar rapen. Waar kwam ik? Oh, ik kwam voor een emmer. Daar kwam ik voor. Zo, een emmer met water. Die nemen we mee. Pakken we hier even wat water. Konk. Dan gaan we naar boven. En het enige wat ik dan hoef te doen is even dit cirkeltje zo afbouwen. Dat is het enige. Dat is... viel bijna. Dat is niet het enige wat ik moet doen. Maar dat is even voor nu een van de belangrijke dingen. Heel onnatuurlijk voelt het om met dit te bouwen. En dan zeggen jullie gewoon... Met water... Ja, dat werkt alleen... Jullie worden nat, sorry dieren. Het werkt wel, alleen dan denk ik dat ik het eerst even af moet bouwen en daarna met water eroverheen moet gaan. Oké, ik denk dat ik hem 3 hoog wil hebben. En hetzelfde daar, alleen nu het nadeel is, jongens, als ik hier een blok plaats, dan valt het. Dus evengoed heb ik er minder aan dan dat jullie denken op deze manier. Ik vind het namelijk wel vervelend werk, want nu moet ik zeg maar met water ernaast zo gaan plaatsen de hele tijd. In principe, ja, is het wel snel en efficiënt, alleen... Ja, ik weet het niet. Voor mijn gevoel is dit niet heel veel efficiënter dan op de manier waarop ik het doe. Want dit kost me nu even goed tijd. En alles beneden wordt echt zeiknat. Oh, mijn toortjes en zo. Wat irritant. Oké, weet je wat ik gewoon ga doen, jongens? Ik ga hierboven even snel een klein apparaatje bouwen. En dan ga ik ze alsnog omtoveren. Kijk, doen we gewoon heel even simpel zo. Die hier. En dan deze met tweede hand. Kijk, doen we gewoon heel even snel. Gaan we het alsnog gaan we het even omtoveren op deze manier. Nu kan ik toch wat relaxter gewoon aan de slag gaan, weet je? Ik denk dat dit toch 2 breed gaat worden. En dan ga ik dan zo een grijs randje er doen. En dan komt er een soort halve cirkel aan glas. Weet je, jullie zien het al. Maar goed. Kijk, en dan hier laten we dit natuurlijk weer naar beneden lopen. Zoals dit. Zo. Hoe gaat dit eruit zien, vraag ik me af. Als we hier nou glas tussen doen. Even kijken hoor. Ja, ik denk dat dit wel leuk kan zijn. Misschien als ik daar dan alsnog dat streepje zo naar beneden laat gaan, dat witte. Dat witte, ja, dat witte moet daar wel naar beneden. Kijk, ik denk dat ik hier wel dit witte zo... Dit moet wel, weet je? Dit lijntje. Anders klopt er ook gewoon niks meer van. Ja, dit is mooi, jongens. Dit ziet er goed uit. Nu moet daar alleen nog een extra... wat is het? Grijs randje. En dan kunnen we er glas tussen doen. Kijk, hier moet alleen nog 1 extra grijs randje helemaal omhoog. En hetzelfde voor de andere kant. Dan gaan we heel even vanaf hier kijken, vanaf dit punt. En het ziet er goed uit. Ja, dit is leuk, man. Hier ben ik tevreden mee. Kijk, want dit grijze randje in het midden, dat loopt helemaal door. Daar naar de andere kant. En dat gaat helemaal tot daar naar beneden. Dit grijze randje. Kijken we of we genoeg glas bij ons hebben. Ik denk het niet. Ik weet eigenlijk zeker van niet. Maar we kunnen wel vast de outline ervan doen. Nou, misschien dat ik de andere kant ook nog net voor elkaar kan krijgen. Hier, ik heb dit hele glasplatformpje heb ik al dicht. Ja... Oh, daar ging mijn stem eventjes. Ik denk dat we het wel voor elkaar kan krijgen. Hier, ik heb namelijk deze stack ook nog. En volgens mij is dat ongeveer de helft. Dus misschien net aan of net niet. 1 van de 2. Ik ga het net niet redden, jongens. Heel sad. Ik heb nog maar 5 blokjes over. 3, 2,
1. Bonk. Man, ik kom een beetje glas tekort. Daarvoor moeten we helemaal naar beneden. Maar we gaan eerst even dit hele platformpje hier dichtbouwen. Er is wel een heel plat dak, maar ik denk dat dat niet zo uitmaakt. Ik denk dat dat gewoon nog opgelost kan worden door hier misschien een keertje een tuintje op te bouwen of zo, weet je, bovenop. Maar dit mag sowieso helemaal dichtgebouwd worden. We zijn er bijna, jongens. Nog een heel klein platformpje. En dan hebben we hem. En badabim. Hoppakee. Halen we dit blokje hier ook heel even weg, zo. Wat een rust dat dit platform hierboven in één keer gewoon helemaal dicht is. Maar voordat we naar beneden gaan om nieuw glas te halen, wil ik dat platform daarboven ook even helemaal dichtbouwen. Het is hier zo hoog op het moment, jongens, dat het hierboven letterlijk sneeuwt. Ik zit gewoon in een normale biome, daar beneden regent het. Maar omdat dit zo hoog is, sneeuwt het hierboven. Wat is het nou? Hoe kan dat? Zou ik genoeg konk? Ik denk niet dat ik genoeg biome heb om dit helemaal te dichten op het moment. Maar kijk wel hoe ver we komen. Ik ga toch binnenkort allemaal sneeuw op liggen hier zo hoog. Ja, mijn blokken zijn op en ik moet nog dit gat hier vullen en dan de hele andere kant. Dus laten we maar... We gaan MLG'en. Oh, waarom doe ik dit? Ja, ik kan het ook gewoon niet, jongens. Daar ben ik gewoon te slecht in. Oh, dat ziet er goed uit van binnen nu, jongens. Dat dit dicht is, moet je zien. Kijk hoe lijp dit eruit ziet. Imagine dat al het glas er ook overal in zit. En dat deze hele muur hier ook... Het is wel donker hier nu beneden. Maar dat komt vooral omdat al mijn toortjes zijn natuurlijk naar de Filistijnen gegaan. Dat al het water naar beneden is gezakt. Hé, hey, kijk. De buckets zijn klaar, jongens. Dan kunnen we hier weer zo doen. Doen. Kunnen we deze furnace aanzetten. Kunnen we deze aanzetten. Dus het glas is klaar. Dit glas hier is klaar. Oh, het valt wel mee. Laten we even wat nieuw zand in ieder geval in de furnaces doen. Want we hebben sowieso, zoals ik kan zien, nog heel veel glas nodig. En dat lava hier is top, maar het werkt toch niet zo efficiënt als dat ik dacht dat het zou werken. En ik denk dat ik daarvoor ook meer van dat soort dingetjes nodig heb. Ik heb er nu maar 3 staan. Ik denk dat ik hier gewoon een hele rij moet hebben. En ik denk dat het dan pas efficiënt gaat werken. Voor nu kunnen we enigszins wel best wel wat glas maken. Nog niet zoveel als dat ik dacht. Maar dat komt wel goed. Komt helemaal goed, jongens. Gaan we even een nieuwe white concrete maken hier. Oh, wacht. Ik heb natuurlijk nog heel veel. Ik had gewoon niet alles meegenomen, joh. Veel minder problemen dan ik dacht. Je moet je zien. We hebben hier nog mega veel liggen. Ik had gewoon een klein beetje mee naar boven genomen. Oh, jij een zombie. Ik moet echt alles gaan belichten hier. Oh, maar mijn kool is natuurlijk op, weet je? We gaan heel primitief gaan we heel veel kampvuurtjes overal neerzetten. Om het te belichten. Oké, niet op het kampvuur staan, Robin. Hier, dit is een lichtje. Dit is een lampje. Hebben we hier een lampje. Zetten we hier een lampje neer. Waarom doe ik het met kampvuur? Nu gaat het ook overal roken. Oh, dit is zo primitief dit. Maar het werkt. En als het werkt, werkt het, jongens. Gouden regel van het leven. Als je van primitief houdt. Laten we trouwens even in de span hier, jongens, wat dagelijkse beloningen claimen. Want dat kan natuurlijk nog. Hier, hoppakee. Daar hebben we heel veel nieuwe dingen hebben we allemaal gekregen. Waaronder behoorlijk wat sleuteltjes. Dus openen we deze. Alleen mijn inventory zit wel behoorlijk vol. Dus daar moet ik wel even voorzichtig mee zijn. Stel, ik krijg namelijk een pakketje van items. Dan komt dat helemaal niet goed uit. Dus laten we eerst heel wat blokken even droppen zo. Terug naar de span. En gaan we daar onze sleuteltjes gaan gebruiken. Hallo, lieve kijkertjes hier. Hoppakee. Ik hoop stiekem dat ik nog wat betere tools krijg. Want dan heb ik namelijk reserve setjes en zo. Of calcite. Ook leuk. Wit blok. Altijd mooi. Wat krijgen we hieruit? Hier kan je goede toolset krijgen. Uit de gold crate kan je legit de beste tools krijgen. Nou, de beste is ook niet waar. Oh, ik moet eigenlijk netherite krijgen. Een ho! Die hadden we nog niet. We hadden nog geen ho. Hé, waar is mijn pickaxe? Waar is mijn pickaxe heen? Die is verdwenen. Volgens mij kan je uit de emerald kan je netherite armor of tools krijgen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar... Oké, purple blok. Ook leuk. Emerald, kom op. Ja, kijk hier. Ik wil bijvoorbeeld zo'n netherite pickaxe. Daar zou ik nou echt blij mee zijn. Een netherite pickaxe. Kom op. Weer! Ik krijg altijd deze bundel. Dit is al de 100ste keer dat ik diezelfde stinkbundel krijg. Oh, maar deze. Jongens, ik ga spulletjes weggeven. Jij mag honeycombs hebben. Iemand mag een golden apple hebben. Purple blocks hoef ik eigenlijk ook niet. En de rest wil ik eigenlijk zelf wel. Na Kelsite mag iemand ook hebben. Hier, dat is allemaal voor jou, PA2 movie. Ja, als jij nou blokken wil, jongens, moet je ook gewoon deze server joinen. Het IP staat nu in beeld. play.contentveen.nl. Doe gewoon even mee. Speel je nou Bedrock editie? Nou, dan moet je gewoon 26006 als poort gebruiken. Speel mee. Kan net zoals Robby hier achter mij, kan je gewoon in de video komen. Hoe leuk is dat? Heb ik mijn pickaxe dan gewoon in de kist? Oh, ik heb hem in een kist gedaan. Oké, de hoe heb ik op het moment niet nodig. Maar ik had hem gewoon in een kistje gedaan natuurlijk. We hebben best wel wat diamonds. Nou, best wel wat. 8 is ook niet heel veel, maar relatief gezien voor mijn doen. Normaal ben ik altijd echt zo arm als wat. Oké, maar glas nemen we mee. Zo hebben we in de tussentijd wel lang genoeg uitgesteld voordat we een nieuw glas konden krijgen. Ja, dit is top. Ik heb wel echt veel meer nodig dan dit hoor, maar dan heb ik gewoon weer kool nodig. Oh, wacht! Ik heb in eeuwen, jongens, hier bij de span, heb ik al in eeuwen niet meer naar Marktplaats gekeken. Wie weet worden er wel heel veel koolblokken of zo op Marktplaats verkocht. Oh, wat is goed dit. Die heb ik al zo lang niet gekeken. Kom op, kool. Hey, iemand verkoopt Fred zijn hoofd. Kool, kom op jongens. Ik wil gewoon kool hebben. Waarom verkoopt er niemand kool? Koolblokken. Bruiloft, Julian en Lotte. Maandag 29 mei. Oh, dat was gisteren.
Man, ik heb de bruiloft gemist. Er was gisteren dus een bruiloft tussen Julian en Lotte. Die heb ik gewoon gemist. Wat sneu. Er verkoopt niemand kool. Dat vind ik echt heel stom, dit. Ik had echt gehoopt dat iemand gewoon kool zou verkopen of zo. Weet je wat ik doe? Ik koop gewoon hout van mensen op. En dan gaan we hout gebruiken als smeltmateriaal. Zo slecht heb ik het, jongens, qua smeltspulletjes. Hier nemen we alles mee wat we gekocht hebben. Zo zijn we terug op ons eiland. Ik vind het zo leuk dat dit hier binnen nu dicht is. Dit ziet er zoveel beter uit. Hier, oh, dit is klaar. Wacht. Dat is het eerste wat we gaan doen. Deze. Zo. Doen wij hier erin. Kijk, en wat ik nu gewoon tot geforceerd word, jongens, is om halve stacks hout hierin te doen als smeltmateriaal. Maar, ja, hè, het heeft me een beetje geld gekost. Alleen het ding is, nu kan ik wel gewoon glas smelten op een sneller niveau. En ik denk dat we nu ook alweer even genoeg hebben. Laten we de rest van onze blokken pakken, naar boven gaan en dat gat daar opvullen. En gelijk het glas opvullen. Oh, we kunnen gelijk dat glas misschien ook opvullen. En daar, dan kunnen we daarna tot slot kunnen... Waarom zit ik in een gat hier? Waarom zit hier in het algemene gat? Wat is dit? En dan kunnen we daarna dit gaan afbouwen hier. Ik ben hyped, jongens. Ik ben heel hyped. Zo, deze kant helemaal opgevuld. Doen we deze kant nog eventjes mooi. Hoppakee, dan is dat ook gedaan. Dan pakken we ons glas. Oh, dit gaat sowieso helemaal volgesneeuwd worden. Maar maakt het uit. Gaan we ons glas gaan wij hier benutten. 1, 2, hoppakee. En hoppakee. Zo, dat ziet er... Oh, ja, dat ziet er goed uit. Hier zijn we zeker... Oeh, deze moet weg. Hier zijn we zeker tevreden over, jongens. Dit mag allemaal weg, zo. Kijk nou wat een rust hierboven nu is. Dat het gewoon helemaal plat... Kijk hoe rustig en vredig het hier is. Is dit een sprong die je kan halen? Oeh, ja, wacht eens even. Kijk, let op. Dit hebben we gehaald. Dan kunnen we dit glas hier slopen. Met mijn Silk Dutch Axe. En dan kunnen we daarna er gewoon bovenop gaan bouwen. Gaan we dit randje in ieder geval even netjes afbouwen hier. Alright, als het goed is, zijn we er. We hebben volgens mij alles opgevuld met glas. En ik heb zelfs nog behoorlijk wat over. Als ik het zo even ga bekijken. Ja, we hebben zelfs nog behoorlijk wat over, jongens. Uiteindelijk heeft dat hout natuurlijk heel veel geschild met hoeveel glas ik heb. Enig is, hoe ga ik nu beneden komen? Op een veilige manier. Dat is het niet. Wacht, ik heb wel een idee. Als we nou helemaal hierheen lopen, ik denk dat ik op deze manier wel veilig beneden kan komen zonder dood te gaan. Trouwens, ik heb een waterbucket. MLG poging 2. Zie je, we kunnen wel een beetje Minecraft spelen. Maar in ieder geval, al het glas dat ik wilde is opgevuld. Het is heel donker hier nu beneden. Dus dat is wel een groot nadeel. Maar ik denk dat het nog een stuk donkerder gaat worden als we dit dichtgooien. Want kijk, de zon komt ook letterlijk van die kant. Dus op het moment dat we dit dichtgooien, dan wordt het pas echt donker. Maar ja, we gaan hem wel dichtgooien. Dat is namelijk een beetje de bedoeling. Ik denk dat ik in de middelste lange plank hier, dat ik daar gewoon geen ramen wil. Ik denk dat ik die helemaal dicht wil hebben. Omdat ik dan hier misschien ook een soort van trap naar boven kan maken, weet je. Wat ik wel wil is dan ongeveer 3 hoog qua wit. En dan daarachter denk ik het grijze randje. En dan maak ik hem gewoon helemaal grijs dicht. Op deze manier. Laten we dat in ieder geval vast doen. Ik hoop dat ik genoeg heb. Ik heb nog maar 1,5 stack. Dus dat is nog even een vraagteken. Ja, we hebben gewoon genoeg, jongens. We hebben, als het goed is, gewoon genoeg. Hoppakee, dan gaan we weer MLG waterbukken. Daar komt-ie. Boom, hoppakee. Ja, dit ziet er prima uit. Gewoon letterlijk een simpel streep. Het is toch de achterkant van het gebouw. Van binnen gaat het, dat moet nog mooi gemaakt worden natuurlijk. Van binnen ziet het er sowieso nog niet heel bijzonder uit allemaal. In ieder geval, dit streepje is dicht. Daar ben ik al heel blij mee. Van buiten ziet het er ook goed uit. Ja, dan wat gaan we met deze vlakken hier doen, jongens? Dat is een grote vraag. Dat is een hele grote vraag. Daar ben ik echt nog een beetje mee aan het struggelen. Glas hebben we inmiddels wel meer dan genoeg. Als ik dit er allemaal ook nog even uithaal. Ja, kijk hier. Glas zitten we voorlopig nog wel even goed mee. Als ik dit ook allemaal zo omtover, dan weer hierheen. Kijk, dit zit prima. Helemaal dik prima. Maar wat gaan we met die achterste vlakken doen? Dat is het laatste. Dan kan ik daarna met extra decoratie gaan beginnen. Huh? Sinds wanneer staat dat daar? Jongens, volgens mij hebben we een cadeautje van... Ik gok meneer KB of een cadeautje. Ik weet niet eens wat het is. Er staat een grote vliegende drone. Vlieg daar. Wacht even hoor. Ik ga even mijn spulletjes weg. Wat is dit nou? 2 seconden. Even mijn spulletjes allemaal wegleggen. Wat is dit? Schiet in de roos voor een leuk prijsje. Groet KB. Oh, er is echt een cadeautje achtergelaten. Met een... Oh, hij heeft een pijlenboog. Ik ben zo benieuwd wat het cadeautje is. Ik zei het toch. Ik zei letterlijk nog in mijn video. Volgens mij was het vorige keer dat ik dacht dat meneer KB een leuke... die drone een keer zou inzetten. Oh. Hij heeft het gedropt. Wat is er gedropt? KB. Wat is dit nou? KB's overheerlijke soepie. Wat? Heeft hij er meerdere achtergelaten? Wacht, hier. Ik schiet nog een keer in de roos. Wacht, moet ik wel raak schieten. Hij heeft heel veel lekkere soepies achtergelaten. Hoe kom je nou in één keer aan een lekkere soepie? Huh? Ik dacht dat hij juist van de aardappelen was. Kijk, hij heeft hier natuurlijk... Ik heb nog belachelijk veel aardappelen. Oh, trouwens, over aardappelen gesproken. Mijn eten is op. Ik heb een stack steak gekregen van een random kijker, maar... Ik... Huh? Kan ik nu voor altijd gewoon...
oneindig veel soepjes hieruit krijgen. Dankjewel, meneer KB, wederom voor het gunnen van eten. En deze keer op een hele leuke manier. Jongens, we laten de drone nog even staan. Wanneer wij in hongersnood zitten, kunnen wij altijd op de drone schieten. En dan zijn we zelfverzekerd van het feit dat er gewoon 100% een leuk cadeautje naar beneden komt vallen. Een lekker soepie in dit geval. Wat moeten we toch zonder, meneer KB? Laten we die bow en arrow dan ook in onze inventory houden. Oké, maar goed jongens. We hebben natuurlijk ons cadeautje van meneer KB ontvangen. Die heeft zijn drone hier achtergelaten. Hij heeft natuurlijk een vet grote drone boven zijn huis zitten. Maar stel, er zit nou een cameraatje daarop. En hij zit te kijken naar de basis en hij denkt... Max, wat goed dat je basis bijna af is. Maar wat slecht dat het er nog van binnen zo uitziet. Voordat ik verder wil gaan met die achtervlakken daar... Want ik weet eerlijk gezegd echt nog niet... Wat ik daarmee wil gaan doen. Ik ben echt even helemaal... Ja, een beetje van apropos. Ik denk er namelijk aan om hier glazen ramen te doen. En dan aan de zijkant ook aan die kant. En dan dit gewoon helemaal dichtbouwen met wit en grijs. Maar ik weet het nog niet zeker. Ik wil er nog heel eventjes over nadenken. Dus dat gaan we waarschijnlijk volgende video doen. Maar wat we wel deze video al kunnen doen... is al dit dirt weghalen en vervangen voor andere blokken. Want ik denk dat we namelijk wel vast een mooi vloertje erin kunnen maken. Zeg maar dat het geen gras in ieder geval meer is. Weet je, oh, dat gaat dit donker worden. Heb ik toortjes? Die gaan we even op mijn hoofd zetten. Nou, die doen we met tweede hand zo. Ik kan sowieso wel gewoon een leuk vloertje erin zetten. Want dit slaat helemaal nergens op hoe... Ja, dat gras is zo, weet je, aan de binnenkant. Het is zo onverzorgd hier binnen. Letterlijk kampvuurtjes hier en daar die voor verlichting zorgen. Kan niet langer dit, jongens. Kan niet langer. We gaan het mooi oplossen door gewoon een... Gok ik... Cyan? 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 Ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt. Vloertje erin te doen van concrete en concrete powder. Maar daarvoor moet het natuurlijk eerst deze hele laag weg worden gehaald. Ik kan me herinneren dat ik niet zo lang geleden in een aflevering al dit dirt geplaatst heb. Omdat ik natuurlijk een platform nodig had om op te lopen. En nu ben ik het gewoon letterlijk allemaal weer aan het weghalen. Dat noem je gecoördineerd Minecraft spelen. Nadeel is, deze cactussen moeten dan ook helaas even sterven op deze manier. Hopen ze op, jongens, dat jullie niet in elkaar vallen. Maar dat is een risico van het vak, dit. Robin, ik denk dat het tijd is voor jou om ook gewoon eventjes in het, het hok hier te gaan. Kom maar. Zo. Hoppakee, want dan kan ik namelijk alles eromheen kan ik even weghalen. Alright, dan hebben we alles weggehaald. We moeten nu een dirtlaagje onderkomen, zodat we gewoon concrete powder kunnen plaatsen zonder dat het naar beneden valt. Oh, het is al zo donker dat er 100 miljoen monsters spawnen. Wat irritant. Ga weg. Jongens, we hebben honger. Ik zie het al. We hebben honger en we kunnen niet meer normaal functioneren. Het is tijd voor een overheerlijk soepje van de meneer KB-drone. En ponk, kom maar naar beneden vallen. Is hij leeg? Zaten er nog maar 3 soepjes in? Hij is leeg. Nee, hij is niet leeg. Ik schrok al. Huh? Ja! Oh, daar heb je hem. KB's overheerlijke soepje. Daar had ik nou net zin in. Zo, gooi je het emmertje of het bekertje gooi je wel weg. Maar ik had nou net zin in zo'n lekker soepje van hem. Maar goed, we gaan alles even opvullen met dirt weer. Maar dan 1 laagje lager. Zodat we een vloertje erop kunnen bouwen natuurlijk. Zo, en dat is ook allemaal weer op. Oh mijn god, wat is het donker hier binnen. Ik zie letterlijk helemaal geen drol. Het is in ieder geval allemaal opgevuld. Laten we nu dan even snel de concrete maken die ik wil. En daar dan ook, even denken, de goede kleur bij mengen. Namelijk het cyaan. En waar heb ik het achtergelaten? In een kistje hier of zo? Oh jee, waar heb ik het achtergelaten? Of is het op? Heb ik het serieus opgemaakt? Dat kan ook nog wel eens. Dan moet ik nieuwe maken. Want dan kunnen wij maken... Kijk, deze kleur concrete. En als ik daar... Ik twijfel als ik hier concrete van maak of dat mooi is. Misschien moet het terracotta zijn. Wacht, laat ik eens eentje maken. Gewoon 1 kleur uit benieuwdheid. Wat voor kleur vloer dit zou geven. Als ik zeg maar gewoon dit zou doen. Dit eroverheen. Een blauw vloertje erin. Zou dat leuk zijn, jongens? Ik twijfel of een blauw vloertje leuk zal zijn. Ik denk dat het wel een vibe zou geven. Aangezien de glazen zijn ook blauw natuurlijk. Ik zou het gewoon kunnen doen. En als het uiteindelijk niet mooi is, kunnen we het aanpassen, weet je? Dat is natuurlijk het ding. Ik kan het altijd weer aanpassen wanneer nodig. Dus laten we het gewoon doen. Ik denk dat het namelijk wel wat leuks heeft. Ik kan wel weer een standaard grijs of een wit vloertje erin doen. Zoals je zou verwachten met een basis zoals dit. Maar... Dat zeg ik nogmaals, dat zeg ik al de hele serie. Ik wil echt een beetje mijn eigen bouwkunsten en bouwkennis verruimen... door niet alleen maar de standaard dingen te doen die ik normaal zou doen... maar ook gewoon met gekke dingetjes aan het werk ben. Vandaar deze hele basis gewoon. Deze basis valt buiten mijn comfortzone. Deze vloer valt buiten mijn comfortzone. Maar ik denk dat het heel leuk kan zijn als er zo'n blauw vloertje in zit. Maar ik moet het wel echt gaan belichten, want ik word zo gek van die monsters die hier nu spannen. En om eerlijk te zijn, jongens, vind ik concrete powder nog wel, denk ik, de mooiere kleur voor de vloer dan het concrete zelf. Als ik het, zeg maar, met water overheen heb gedaan. Ah, ga weg, skeleton en zombie en nog een skeleton erachter. Jullie zijn zo irritant. Pak elkaar maar alsjeblieft, inderdaad. Ga maar lekker met elkaar vechten. Goed zo. Ik denk dat ik deze kleur nog mooier vind dan die andere kleur, jongens.
En als we dan even wat toortjes, zeg maar, plaatsen, zodat we het goed kunnen zien. Ga weg, ik ga het echt beter belichten. Ja, ik denk dat ik het voor nu even als dit hou. En dan kunnen jullie in de comments natuurlijk achterlaten wat jullie ervan vinden. Of jullie het leuk vinden dat het zo'n felblauwe kleur vloer is. Ik denk dat het heel leuk gaat zijn. Zo jongens, alles is opgevuld. Enig is dat ik ontzettende trek heb. Dus dat betekent natuurlijk één leuk dingetje. We gaan weer even naar meneer KB zijn prachtige drone. Kom maar naar beneden. Wie dit leest is gek. Waar is mijn soep? Sorry kippetje, jij was niet de bedoeling. Wie dit leest is gek. Ik ben opgelicht. Dat was niet de bedoeling, jongens. Hier, we gooien hem ook gewoon weg. Je bent zelf gek, meneer KB. Weet je wat? We pakken hem op. Hier, schieten de drone nog een keer, want ik wil even goed de soep hebben. Ik weet niet hoeveel soep erin zit, maar ik wil alles. Geef mij soep. Ja. Ja, daar is weer het soepje dat ik nodig heb. Ik heb wel meer nodig. Ik wil nog een soepje. Zit er meer in? Ja, nog een soepje. Er zit echt veel soep in. Nog één soepje als het kan. Oh, is dat serieus? Oh, er zit nog meer in. Oké, we kunnen weer rondrennen. Laten we dan nu gewoon weer een stek aardappel pakken van meneer KB. Daar hebben we namelijk ook nog behoorlijk veel van. Ja, ik ben echt tevreden, jongens. Ik ben echt tevreden over de vloer die erin zit. Ik vind het lichtblauwe vind ik heel leuk. Het geeft zo'n bijzondere sfeer hier binnen. Moet je nagaan als het ook nog mooi belicht is. En als de muren uiteindelijk er ook netjes uitzien natuurlijk. Ja, dat gaat leuk worden. En als die muren daar vooral dicht zijn. Maar, één laatste ding nog voor deze aflevering. We zijn aangekomen bij meneer KB zijn basis. En zo te zien is het land echt anders, jongens. Laatste keer dat ik hier was... Wacht, officiële meneer KB... Oh, dit is de brievenbus. Dan gooien we dat in. Zo te zien is zijn huis weer geüpgraded. Laatste keer dat ik hier was, was het één groot... aardappelenveld. Daar vliegt er iemand. Was het één groot aardappelenveld. Maar hij heeft het nu allemaal naar bieten veranderd. Daar heeft hij lekkere soepjes van gemaakt. En zo te zien staat er nu ook een groot huis op. Maar dat ga ik niet laten zien. Dat kunnen jullie lekker in meneer KB zijn eigen video zien. In ieder geval jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben lekker heel wat progressie gemaakt aan de basis. Alleen die laatste dingetjes moeten nog af. En dan kunnen we gaan beginnen met een beetje extra decoratie. Er moet ergens nog een grote W komen. Ik twijfel om die misschien daar te doen. Daar een leuke... W van Walnut te doen. Of daarbovenop de W van Walnut. Misschien op beide plekken. Maar ik vind dat ook wel een hele mooie plek. Om een soort grote W te bouwen. Weet je, laat maar even weten. Willen jullie op het lage niveau. Of op het hoge niveau de W van Walnut hebben? In ieder geval voor nu. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu. Bah, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veen Seizoen 2,5 deel. Heb je dit nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. En dan nu is het weer klaar.